Naast mij zit Willemien en Oude. Zij is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Zij is specialist in het financieel bestuursrecht, weet veel van subsidies, staatssteun en ook van allerlei innovatieve instrumenten van de overheid om maatschappelijke projecten te financieren. Naast haar baan als hoogleraar aan de Universiteit Leiden is zij raadsheer plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En juist dat college houdt zich veel bezig met beroepszaken in zaken financieringsinstrumenten van de overheid. Nou, en hier ziet u Jacobine van der Brink. Zij is hoogleraar Europees bestuursrecht en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht. Is specialist in Europees subsidierecht en ander recht dat raakt aan Europese geldschulden. Zij is ook gespecialiseerd in het onderwerp van ons artikel, revolverende fondsen. Sterker nog, zij houdt daarover op 8 juni aanstaande zelfs haar oratie. Ze heeft veel nevenfuncties, waarvan ik nu alleen zal melden dat zij ook lid is van de Rekenkamer van Maastricht. En dat is weer relevant voor de controle op publieke gelden die ook zich in die revolverende fondsen bevinden. Onze bijdrage voor het NJB gaat over de oprichting van InvestNL. InvestNL is een naamloze vennootschap opgericht door de staat met daarin een revolverend fonds van 2,5 miljard euro. Heel veel geld dus. Met die 2,5 miljard euro is het de bedoeling dat InvestNL gaat investeren in ondernemingen die zich bezighouden met duurzaamheid, energie, voedsel en innovaties. Die financiering gaat door middel van participaties, leningen en garanties. Anders dan traditionele subsidies, die de overheid natuurlijk ook nog heel veel verstrekt, gaat het hierbij om geld dat terugvloeit in het fonds, als alles goed gaat. En dat betekent dat aandelen worden verkocht, leningen worden terugbetaald en ook allerlei vergoedingen worden ontvangen, zoals dividend en rente. In februari van dit jaar is het concept wetsvoorstel openbaar gemaakt voor publieke internetconsultatie. Toen wij dat voorstel bestudeerden, viel ons op dat daarin nauwelijks aandacht is besteed aan welke publiekrechtelijke normen InvestNL gebonden is. Er komt van alles voorbij, staatssteun, mededinging, etc. Maar de hamvraag of InvestNL wellicht een bestuursorgaan is, komt nauwelijks aan de orde. In de concepttoelichting staat daarover alleen vermeld dat InvestNL geen bestuursorgaan is. Dit roept vragen op. Omdat er zoveel publiek geld wordt uitgegeven, is het de vraag waarom bepaalde rechtswaarborgen niet zouden gelden. We denken dan bijvoorbeeld aan de wet openbaarheid van bestuur, de wet normering topinkomens en ook aan de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. En nu deze vraag in de concepttoelichting onbeantwoord blijft, blijft dat dus boven de markt hangen. Waaraan is InvestNL precies gebonden? Ja, en wij doen eigenlijk een oproep aan de wetgever, aan de Kamerleden, om zich daarover van tevoren heel duidelijk uit te laten. Want in het verleden is gebleken dat wanneer je dit soort dingen niet heel expliciet regelt in de wetsgeschiedenis, expliciet bespreekt, dat dat onduidelijkheden met zich meebrengt, waarover geprocedeerd wordt. En dan kan het jarenlang duren voordat partijen weten waar ze aan gebonden zijn, welke regels er gelden. En dat is bij zo'n omvangrijk geldbedrag en zulke belangrijke doelstellingen die bereikt moeten worden, beslist onwenselijk. Het is heel goed dat u die vraag nu stelt. Op dit moment zijn ze in de Tweede Kamer aan het vergaderen over InvestNL. Het is de bedoeling dat dit najaar het definitieve wetsvoorstel wordt ingediend en de Tweede Kamer laat zich vandaag informeren over InvestNL. Daarbij komt dat het concept revolverend fonds op veel meer plekken voorkomt. Dus niet alleen de staat is bezig met het oprichten van revolverende fondsen, maar we zien het ook bij provincies en zelfs bij gemeenten. En ook daar zie je dat er weinig aandacht is voor de vraag welke publiekrechtelijke waarborgen gelden. Dus ook daar bestaat onduidelijkheid. Nou,
Nou, laat ik vooropstellen dat wij op zich heel enthousiast zijn over het feit dat er zoveel innovatie plaatsvindt op het gebied van publieke financiering. Maar wat wij de lezer willen meegeven is dat de overheid geen bank is en dat wanneer er gefinancierd wordt vanuit publieke gelden, vanuit onze gelden, dat je over sommige waarborgen van tevoren goed na moet denken. En wij hebben geprobeerd aan te geven waar die waarborgen dan ongeveer moeten liggen. Nee, nergens op terugkomen, maar wel iets herhalen. Wij hebben in ons artikel een oproep gedaan aan de wetgever en aan de Kamer om over sommige punten rond InvestNL nog eens goed na te denken. En die oproep willen we hier herhalen.